Tot... Ayen, ben je al bang? Ik ben. Uh, ben, je, ben je al bang voor zaterdag? Nooit bang. Ben je nooit bang? Ben nooit bang. Ben je ja. niet, niet bang dat je kinderen helemaal uittikken? Dat wat? Dat je, dat je kinderen het niet trekken zaterdag? Nee, hey, maar kinderen zijn zo relaxed. Zijn ja, zo relaxed? Die zijn wel wat gewend hoor. Oké, okay. we horen het wel. Het wordt je wel moet een uitdaging. Het wordt wel een uitdaging. Ja. Ayen gaat gewoon op de zwarte zaterdag voor elektrische rijders rijden. Ja, ja, maar ja, ik denk gewoon dat het ook kan. Ja, ik weet je, ik zit dat dan nu op Facebook weer op ons Facebook kanaal. Het, het, er is geen onderwerp wat denk ik zoveel discussie en bijna tegenstellingen of of echt waar de voor- en tegenstanders zo extreem uh, naar voren komen als met dit onderwerp. Weet je dat elektrisch rijden? Dat is echt niet te geloven. Ja. Om even context: we hebben een filmpje gepubliceerd over de reis naar Werfenweng die we een aantal weken geleden gemaakt hebben in een Tesla Model 3. En daar hebben we eigenlijk gewoon gefilmd. We ja, natuurlijk. Gewoon. hoe vaak laden we, ja. waar laden we, dat soort zaken. Vier, vier keer volgens mij. Ja, vier keer. Ik vond eerlijk gezegd de kosten nog wel aan de hoge kant. Met ja. 76 euro. Ja, euro. Dus ja. ik, ik had zo verwacht van zeker naar die, uh, naar die blogpost die die een user geschreven heeft die in uh, in, in Frankrijk was ja. uh, en, en heeft 34 euro betaald. Nou, dat ja. vond ik toch eerlijk veel. Nee, maar ik weet ook niet, ik, ik kan me voorstellen dat dat ook, ik weet niet wat zo is, maar dat mensen die al langer zo'n auto rijden, dat, dat die andere tarieven misschien betalen of zo. Dat, dat ik, ja, ik zou geen idee. Ja. Uh, dus het is gewoon goester van, uh, van, uh, van Tesla wat dat kost. Ja, ik, 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 ik weet niet hoe dat, hoe dat werkt, maar in ieder geval dat was het bedrag wat wij uh, kwijt waren. Ja ja ah, goed, weet je, uh, ik merk het wel zaterdag. Trouwens, jij gaat natuurlijk zelf ook naar Oostrijk, dus je zit op diezelfde wegen. Ik, uh, ik ga vrijdag rijden, maar bij mij. Uh, ja. ja, je gaat vrijdag rijden. Ja, dat is goed, wordt, wordt nog steeds een uitdaging. Ja, ja want jij gaat naar? Tauplitz. Tauplitz. Ja, ben benieuwd. Steiermark. Steiermark, inderdaad. Ja. Nou, het voordeel is: ik ga gewoon de route pakken: Dortmund en, uh, en dan uh, richting Fulda. En dan vanaf Nuremberg rechtdoor richting Passau. Dus ik heb een beetje de hoop dat het daar nog meevalt. Nou ja, ja, dat is echt een hele alternatieve route. Er zijn ja. weinig, vrij weinig mensen die zo rijden, natuurlijk. Dat, uh, dat is goed. Maar ja, aan de andere kant het is het niet alleen Nederland dat vakantie heeft, maar ook de rest van Europa ongeveer. Ja, precies. Dus het, uh, het, het wordt gewoon wordt een groot feest. Ja, ja, ik weet nog niet hoe ik ga rijden, want ik ga naar Zwitserland en ik weet nog niet of ik door Duitsland ga rijden of door het noorden van Frankrijk, zeg maar. Via ja. de route uh, Thionville, uh, Strasbourg, Komar en dan Mulhouse en dan daar de grens over, naar Basel. Of gewoon de, ja, de klassieker zeg maar, of links Rheinisch of rechts Rheinisch, richting uh, Frankvoort en dan ja. de vijf naar beneden. Maar ik weet het nog niet. Ik ben er nog niet over uit. Misschien ja. moet hier gewoon Google Maps intypen en dan... Um... Volgen wat de... Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar kijk, als je er zeg maar, echt uitgaat van die hele zwarte zaterdag... Yeah. Uh, met de drukte op de weg... dan is het misschien slimmer om door het noorden van Frankrijk te rijden. Omdat die weg ja. gewoon vele malen rustiger is... dan de 3 en de 61. Ja, dat klopt. Weet je, dus ja... Het heeft allemaal zijn... Uh, kijk, uh, ja. Ik weet het niet. Ik ben, ik ben er gewoon nog niet uit. Maar het wordt in ieder geval een interessante onderneming. Ook omdat ik inderdaad uh, gewoon weer vier keer... Uh, bij zo'n paal moet gaan staan. Om dat vol te gooien. Als je maar niet bij zo'n paal moet overnachten... Nee, nee, dat zal me wel goed komen. Ja, weet je, ik, ik, ja, ik ben niet echt het type dat zich uh, snel druk maakt. Ja, dus ik ben niet over dat soort dingen. Terecht, dan, uh, dat zou ik ook niet doen. We zien het wel, weet je. Ja. En, uh, ja. 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 Ik <laughs> hoop dat die, 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 maar die, goed, die manier het... niet, zoveel, <laughs> niet al te veel Nederlanders één keer. zeggen we gaan allemaal op zaterdag alsnog rijden. Ja. Maar als het een beetje spreidt, zou wel meevallen. Maar het is wel bizar, vind ik, hoeveel nou ja, extreme, rea nou, extreme reacties misschien ook weer een beetje overtrokken. Maar mensen reageren hier wel echt te op. En ik ik, ik en... Ga je eigenlijk niet zo goed, ik bedoel, er nu iets ja. ja negatiefs is, en... aan met de, de Nee, nee ik denk niet dat er per se iets negatiefs aan zit, maar het is gewoon sowieso een beetje dat hele polariserende debat misschien wel in het algemeen wat er in de samenleving is, maar maar ook weet je, mensen hebben gewoon een mening over alles wat ook met het milieu te maken heeft. Ja. Weet je, de, en de klimaatverandering en we uh, nou ja, ik denk dat, dat 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 ook wel daaraan ten grondslag ligt van dat mensen zeggen ja, oké, okay, weet je, elektrische auto's um, hebben de toekomst. Andere mensen zeggen ja, maar uh, ook dat die zijn heel schadelijk, want ze ze zo, 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 zo en weet je het is ja. ook heel moeilijk, denk ik, wat je moet geloven. En ja, goed, ik, uh, ja. iedereen zijn eigen keuze. En ja, gewoon, maar dat iedereen is iedereen zijn ja, eigen je, keuze. later, vind ik ook zo'n beetje. Nou ja, maar vooral dat. dat, dat. Is, kijk, dat niemand, zit elkaar, je... niemand zit elkaar, in de weg. Weet je, ja. en dat dat is denk ik wel wat. Kijk, als je dat in een discussie natuurlijk dat altijd maar realiseert van ja, weet je, als het iemand zijn keuze is om in een elektrische auto naar de Alpen te rijden. Dan kan je daar eigenlijk niks van vinden. Uh, ja, daar, daar kan je wel wat van vinden, maar dat, dat zit jou niet in de weg. Weet je? Dus het ja, kan jouw keuze niet zijn. Hetzelfde geldt als je met een benzine- of dieselauto naar de Alpen rijdt. En je, je wil vier keer stoppen. Ja, dat, dat maakt er ook niet uit. Dan nou, dan moet ieder zijn ding. Weet je? Dit is toch met heel veel dingen zo. Op de ene kant, maar hier blijkt het toch. Ja, maar dat bedoel ik. Veel het het heeft gewoon ook met het klimaat, denk ik, te maken, weet je, met de hele CO2-discussie. Op het moment dat we dit opnemen, staat, staat bij mij in Den Haag staat, uh, ja. staat de hele stad er vol met, uh, met uh, duizenden trekkers. Weet je, het, het leven... Het, het, ja, mensen reageren daar gewoon ja, wat, wat enthousiaster, of tenminste wat feller op. En ja, dat... dat we hebben geen idee. Weet je. We willen bijna een sociologische nu aan het houden. Ja, mee. precies. Maar... maar in ieder geval, daar wordt veel op gereageerd op, uh, ja. op dat artikel over elektrisch rijden. Maar goed, nogmaals, ik ga het uh, dit weekend uh, wederom eens ervaren. Kijk hoe het uh, gaat op een, een drukke wisseldag. Laat het ons weten. Ja, ik ga expres ook. Ah, is... ben, ik ga expres op de zaterdag weg. Hè? Ik kan, kan natuurlijk ook prima op vrijdag weg. Yeah. Maar dat doe ik niet. Nee, ik ga het, ik wil de volle drukte ervaren. <laughs> <laughs> ik kies er gewoon voor om lekker op zaterdag nou, weg te gaan. We, we horen nee, al of we je er niet. spijt van krijgen. Ja, we gaan het wel meemaken. Wat hebben we eigenlijk om op de planning staan vandaag, Ben? Vertel het eens. Nou, ik, uh, ik, ik moet het over uh, één ding ik, wat ik waar ik. Waar ik, waar ik... Ja, wat ik eigenlijk een leuk filmpje vond, wat ik ook, wat ik ook natuurlijk live meegemaakt heb, zijn die bloopersfilmpjes. En dat was uh, ja, alleen maar een hele kleine selectie van de afgelopen maanden. Ja. Waarbij ik denk, we hadden, uh, René heeft materiaal uh, alleen van adventuresporters.nl, van, uh, uh, ook in het verleden waar je uren mee kan vullen. Ja. <laughs> Ja, dat denk ik ook. Ja, ja het, is, het is grappig maar, om te zien. Maar wat, 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 wat heb jij uh, meegemaakt aan bloepers? Wat waren jouw uh, meest, ja, laten we zeggen, uh, bizarre uitstapjes of uh, foutjes die je gemaakt hebben? Ja, dat zijn er toch? Die zijn op 100 sterren. En die zijn er natuurlijk niet. Ja, zo natuurlijk zo, niet. Nee. Snap je? Dat zou ik nu ook zeggen. Ja. <laughs> <laughs> ja, kijk, je ziet mij in dat filmpje natuurlijk met die. Uh, met die bloopers zie je mij natuurlijk met die snowkite in een, uh, in een of andere, ja. uh, in het veld liggen met allemaal kleine boompjes. Die was ook leuk. Ik ben heel blij dat uh, René niet opgenomen heeft toen ik met die snowkite uh, gevallen ben... en uh, dat ding op het huisje van, uh, ja. uh, van, 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 van de beheerder van, de, van, die, van die school uh, uh, gevallen is en mij door de sneeuw getrokken. Ja, die kite was helemaal kapot. Ja. Kijk, ik had mijn kite tenminste nog in de lucht. Ja, en ik dacht, ik gebruik de kracht van die kite om weer op te staan. Maar dat lukte <laughs> gewoon niet. Dus en, ik, en doordat de sneeuw zo diep was, kwam ik gewoon ook moeilijk overeind. Ja. Ja. Je lag daar ja. een beetje als een schildpad. Kijk, op, uh, dus op is het terug. een blooper? Uh, ik weet het niet. In dit geval was het gewoon pure onkunde. <laughs> ja, ik kon er gewoon, ik kon er gewoon niks niet van. de mooiste bloopers op. Maar het was gewoon, dat was meer omdat je is dus de eerste keer dat je zoiets doet. En dan, uh, nou ja, dan gaan er nog vaker dingen mis dan dat er goed gaan. Ja. Dus ik, ja ik lachte maar ja verder zijn we natuurlijk regelmatig weet je ik denk dat Rene ook prima een aantal uh, fragmenten uit had kunnen halen waarin je je verspreekt of zo weet je, ja dat natuurlijk dingen, maar dat, ja, ja. Dat, dat, dat hou je toch maar echt een blooper ja weet je God wat, wat, ja, het is maar net wat je onder een blooper Verstaat, weet je, ik, ik weet wel dat uh, ik me een keer, uh, nou ja, laatst in Canada nog was ik mijn skischoenen in een hotel vergeten. Moest ik, ja, moest, je, moest ik een uur terugrijden. Zo. En dat soort, is onhandig, maar ja, was dat daar nou een blooper? Nee. Ik ben wel, dat was wel lachen. Toen uh, was ik een van mijn eerste wintersportvakanties, zeg maar, alleen, zeg maar zonder mijn ouders. was ik denk een jaar of 15, 16 of zoiets. Gingen we met uh, vrienden, gingen we naar Rizou in, uh, in de Zuid-Franse Alpen. <laughs> ja hey, De klassieke, ja, 150 was euro. Ik had, ja, ik was hartstikke jong. Dat was nog in de gul geul ja. tijdperk. En uh, we gingen met een mannetje of acht of zo, gingen we daarheen. En uh, daarvan kon de helft, had eigenlijk nog nooit geschiet, en de andere helft kon dat echt wel oké. Okay. Ja. En uh, op een gegeven moment, na een paar dagen, gingen die gasten natuurlijk, die zelf dan ook middels wel wat ervaring hadden, die gingen natuurlijk ook mee omhoog uh, met die stoeltjesliften. Er was één stoeltjeslift, die was een... Een oude stoertjeslift. Die bestond nog. De, de zittingen waren van die houten latjes. Ja, je? Okay. Dus je zat niet ja, ja. in zo'n Nee, Je zat echt op die houten latjes. En daar hadden ze ook uh, bovenaan die lift stond ook een fotograaf soort van standaard geposteerd. Die stond daar. Want wat was nou het geval? Uh, in een aantal nou ja, aantal keer per dag bleef er iemand met zijn kleding aan die houten hart, uh, latjes haken. Als hij die, die lift uitstapte. En die lift was nogal een, een weet je, zo'n afstapje. Dus je stapte uit ja, en dan moest ja, ja. je echt een soort talutje naar beneden. Naar beneden. Ja. Ja. Dus, dus als je dan bleef haken, dan nam die liftje je ja. ook meteen mee, Trek zeg maar, in rondjes. de lucht. <laughs> het rondje om. Ja. Weet je? Dus je werd ook niet door de sneeuw geslet. Maar dat was natuurlijk hilarisch. Dus, ja. Ja, ja, je raadt hem al, een van die vrienden van ons, die bleef dus ook haken. <laughs> en die bleef dus werkelijk waar. Als een soort van trekpop hing die aan die stoel. Helemaal nou ja, armen en benen alle kanten op. En wij lagen natuurlijk helemaal een deuk van het lachen. Maar ja, wat ik al zei, er stond een fotograaf bij en die ging al foto's maken. En dan kon je later die foto uh, in zijn winkeltje kon je die kopen voor, weet ik veel, 30 frank of zo. Weet je. Ja. Kon, je de, ja, kon je die foto uh, aanschaffen. Dat was Uiteraard gedaan. Was, ja, maar dat was natuurlijk in de Heeft... tijd voor de mobiele ja. telefoon, weet je. Dus niemand, ja. uh, Heeft meer gekost uh, dan... dan de hele vakantie, maar... Bijna. <laughs> nee, maar dat, ja, dat, dat, was, dat was lachen. Ja, ik, 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 maar vertel jij eens even, ik ga even nadenken. Vertel jij eens even over een blu. Jij ben een lijstje. Ja, natuurlijk. Ik, ik, ik had in die tijdsperk <laughs> waar ik nog echt extreme lange latten. voordat ik Kavingski had. waren met vrienden, 25 man, waren we gewoon het zittertaal. En um, op een gegeven moment, ja, af en toe, ik kon echt niet goed skiën toen. En um, wij, st wij stonden in een rijtje zoals hij dat altijd doet: je gaat stoppen en dan sta je in een rijtje. En ik was een van de, van de laatste. Nou, ik viel kort van de voorronde want was redelijk stijl. Dus ik, uh, ik, ik, ik uh, ben aan die mensen, zeg maar zo, voorbij gekleed op mijn billen, met mijn voeten omhoog, en heb gezwaaid, zo'n beetje als de, als de Queen Elizabeth. En uh, iedereen mij keihard uitlachen. En ik, zo ging dat door, tot ik ergens 200 meter in een kreppel uh, gebeland ben. En iedereen moest mij uit dat. Uh, die greppel gewoon helpen uh, weer eruit te komen met met vijf man. Um, dus dat dat was één waar ik me direct uh, kan herinneren. En um, ja, met de met de rodel uh, hebben we op hebben we een uh, ja zoals je dat doet. Je gaat met die rodel en op een gegeven moment dachten we oké, okay, het is een leuk idee die rodels aan elkaar vast te binden. En uh, dat uh, hebben we op een gegeven moment gedaan en dan ging je zo'n bospad naar beneden en um, een vriend viel en die bleef inderdaad ook aan die rodel hangen. Maar we waren natuurlijk met vier man die daarvoor al vastgebonden waren aan die rodel. Dus wij hebben hem helemaal door de sneeuw getrokken. En uh, ja, dat uh, levert daar ook een behoorlijk mooi beeld, beeldje op. <laughs> die, uh, die kan ik me ook nog echt uh, heel goed herinneren. Ja, verder rugzak in de lift. Ik denk dat dat een enorme klassieker is uh, die, uh, die er is. En ook de domino effect. Dus als iedereen stopt. En uh, de laatste die uh, krijgt gewoon een doetje. doetje. En uh, iedereen valt, zeg maar, na elkaar naar beneden. De piste naar beneden. Ja. ja. die is denk ik ook een enorme ja. klassieker. En uh, ja, voor de rest, ja. Sprongetjes uh, die uh, wat misgingen. Waar je skis, waar, 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 waar meestal de bindingen niet opgemaakt zijn. Want bij het lanceren hmm. verlies je al de, verlies je al de, de skis. En dan, uh, ja, rem je meestal met je gezicht. Ja. Die, die is. Uh, daar, daar, daar heb ik ook een paar hele mooie al gezien... ...bij Dumpert voorbijkomen. <laughs> um, ja, die, 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 die ken ik. Uh, ja, ja, die heb ik ook al meegemaakt. Dichtvalpartijen natuurlijk ook wel gehad. Weet je, maar ik weet niet of dat nou direct als blooper kan bestempelen. Of van, ja, op een gegeven moment... Gaan ja. dingen gewoon, uh, ...gaat het mis. Nou, laatst waren we nog in Oostenrijk. En daar waren we met iemand aan het skiën. En die dacht uh, gewoon een verbindingspad naar een lift. En die dacht even langs uh, iemand in te halen. Maar dat, was, was, dat had, had net gesneeld. En die, die, zeg maar, die berm die was vrij zacht, dus waar je, uh, nou ja, gewoon op dat pad zelf natuurlijk gewoon voldoende weerstand had en niet wegzakte, yeah. was die berm, was een een letterlijk een zachte berm. Dus die zakte met dals, die zakte die weg <laughs> en die ging zo het randje over en die viel zo, uh, zeg maar die, die, ja, die, die greppel die in of was zo'n bospad af, weet je, een stuk naar beneden. Ja, <laughs> maar goed, ja, dat 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 was hilarisch, omdat het juist, weet je, was gewoon een vlak pad, er kon eigenlijk niks misgaan. Maar dat zijn ook best wel tricky dingen, weet je, voor hetzelfde geld val je. Tegen zo'n boom aan. En uh, ja, heb je een uh, ander probleem. Ik weet... dat heb wel eens gehad trouwens. Dat was dan niet echt een blooper, maar dat was een keer in Japan. Toen uh, raakte ik in uh, een botsing met een uh, snowboarder. En we zaten of was gewoon eigenlijk op een piste. Op het moment dat je het eigenlijk niet verwacht. We zaten een beetje in elkaars dode hoek. En uh, dus we zagen elkaar eigenlijk niet aankomen. Op een gegeven moment ja, zaten we tegen elkaar aan. En knalden we de piste af. Uh, een bomenrij in. Ja, waar ik letterlijk zeg maar gewoon een boom weggekopt heb. En, ja. uh, en hij ook. Maar ja, dat was wel eventjes uh, naar het ziekenhuis. Met, uh, met ambulance. Ik had een hersenschudding en mijn gezicht lag uh, open. Dus er zijn een paar uh, vijf of zes hechtingen in gegaan. Zo. En hij had, uh, had nogal uh, zijn, uh, zijn nier die niet goed was. Die heeft echt wel uh, lang in het ziekenhuis gelegen, die jongen. Dus het, weet je, het, ja, het, 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 vaak met dat soort dingen als onschuldig op de meest onschuldige momenten gebeurt dat, weet je, ja. categorie ongeluk zit in een klein hoekje. Dus uh, ja, dat kan ook. Uh, dat, dat, dat is natuurlijk met dit soort dingen wel een beetje van, ja, de, 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 de je grens je tussen blooper en en gewoon ongeluk ja, is precies. natuurlijk hier best wel klein. Ja, ja. Weet je, als ik je één tip mag geven als dit soort dingen gebeuren, nooit beginnen met lachen voordat iemand daadwerkelijk weer, weer lacht ja, ja. en zelf weer opstaat. Ja, ja, ik heb ook vaak gehad dat, uh, nou ja, weet je, dat iemand een beetje lompe val, dat je begint te lachen. En die bleek dan achteraf, weet je, of ze schouder gebroken ja, nou, te hebben, of kruisband afgecheurd. Kruisband afgescheurd. Ja. En dat, dat, ja, weet je, dat is. Uh, ja, dus Dat dat mijn tip, zeg maar, met bloepers. <laughs> ja, Ga duidelijk. pas lachen als iemand anders zelf ook weer lacht. Nee, dat heb je zeker een punt. Dat, dat kan ook zomaar, uh, <laughs> zomaar eens. Ja, we hebben genoeg bloepers uh, bij de après Ski, uh, uiteraard. Als je de laatste afdaling moet da uh, dan denk ik dat je je helemaal heel uh, fantastisch kan vermaken. Als je een avondje een beetje uh, onder... De, ja, een beetje richting Dal bij de Moosewit uh, gaat. op ja. de Gorstadel in, uh, in Hinterklem. Ja. Uh, ja, gaat zitten. Ik denk dat hij daar ook uh, heel veel vermak heeft. Een hele avond. Ja, dat zeker weten. Ja. <laughs> ja joh, Dat hadden we een paar jaar geleden waren we in Valto En daar heb je de Folie Douche natuurlijk. Bij ja. de oh, ja, ja, ja. Lift daarboven. En uh, daar was een uh, daar was, nou, ja, studentengroep. En een van die gasten die had werkelijk waar. Die had zoveel op. Die kon... Nou, hij kon nog net op zijn benen staan, maar er was ook werkelijk alles mee gezegd. Maar die Plensuut-afdaling in Valto, dat is... best stijl, dat was, ja. Ja, nou ja, het is niet heel stijl, maar, heel stil, maar, piste, maar ja. je moet hem wel even een stukje skiën. Ja. En dat is het eind van de dag en dat was het eind van de seizoen. Dus dat ding, dat was paprach als Marzijn maar zijn kon. En nou goed, joh, die, die jongen deed er al alleen al drie minuten uh, over om überhaupt zijn skis aan te trekken. Want dan viel hij weer en nou, het was echt... Ik bedoel, daar heb ik wel met, met groot leedvermaak heb ik daarnaar staan kijken. Weet ja. je, waar, daar kan ik dan eerlijk gezegd ook wat minder medelijden mee hebben. Van als je natuurlijk als je jezelf ja, helemaal vol giet, ja, dat is dan een beetje het gevolg. Maar wonder boven wonder was hij wel ook veilig uh, beneden gekomen. Dus, uh, ja. Ja. Nou, als jullie bloepers hebben, zoveel je ze opsturen. Want uh, René die is uh, blij en die gaat, uh, gaat er iets heel moois van Ja, maar, precies, René. wij hebben dus het goede voorbeeld gegeven uh, ja. door ons uh, deel van onze bloepers al te delen op de site. Maar we weten zeker dat, uh, ja. Nou ja, dat er binnen de community weet je, genoeg bloepers te vinden zijn. Dus uh, geneer je niet. Neem je niet te, jezelf niet te serieus en uh, stuur het vooral naar ons op. Uh, volgens mij uh, gewoon naar het redactieadres, ja. redactie is uh, Dat is goed en dan gaan wij er wat leuks van maken. Ik denk, uh, nou ja, dat ja, dan een filmpje. Gewoon een beetje ik om elkaar kom. lachen, jongens. maken is het leukste. Ja, dat er is. Zeker weten. Ja. 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 Hey, um, ik had nog, wat, nog een ander thema wat we wat, wat, uh, wat, uh, waar Rogier over geschreven hebben, dat is uh, tweedehands ski En dat vond ik ja, is voor mij ook interessant. Want ik zelf koop normaal gesproken mijn ski's uit de verhuur. Ja. Normaal gesproken ja, alle twee à drie jaar uh, dat ik die ski's koop. Omdat... En waar koop je dat dan? Uh, bij een, uh, een, uh, ja, een skiwinkel in Oostenrijk. Ja, uh, oh, nee. yeah. het was nu toevallig twee keer bij hetzelfde winkel in Kierberg. Maar. Um, in principe kan, kan je natuurlijk overal aan een, aanvragen of dat mogelijk is. Meestal doen ze dat ja uh, begin van de seizoen of einde van de seizoen. Ja. Als ze nog wat hebben liggen van het afgelopen jaar of uh, uh, zeg maar de seizoen is net voorbij. Um, ja, dat moet moet je zeker verschillende dingen moet je heel goed uh, bekijken. Maar qua prijzen is het meestal heel interessant. Ja. Ik, uh, ik, ik, uh, Wat betaal ik zo... jij dan voor een ski? Als jij een ski uit de verhuur? Ja, opkomt? die kost normaal gesproken 800, dan kost die 200. Ja, precies. 200. Maar goed, maar die Verhouder. Die heb ik gewoon betaald. Ja, die verhuurder heeft hem natuurlijk al, uh, ja, die heeft je al er lang, uh, ja, die heeft het al lang. Ja, die heeft het al lang. Zeg maar. Uh, voor hem is het allemaal een goede business. Als je die nog verkoopt, is het alleen maar extra geld. Dus, ja. uh, in principe is dit ook een beetje het verhaal qua, qua prijs. Je moet gewoon heel duidelijk zeggen. Als je kijkt wat een ski normaal gesproken zou kosten... 40% van die prijs... Uh, ja. Ik denk zelfs meer. Of ik minder, veel, ja. Veel meer dan 40% eraf halen. Nee, ik bedoel 40% van die prijs. Oh, dat van die prijs, ja taal. precies. Dus 16% ja, ja, korting. Ja, ja, fair enough. Ja, ik denk dat dat het minimale is wat je eruit moet kunnen slepen. Want anders is het geen deal. Als je soms ziet wat... Wat, uh, wat je betaalt voor een voor nieuwe ski die een jaar oud is. Waar, waarvoor Voor prijzen die ze daar in de skiwinkel voor vragen, dat is ook niet veel. Nee, ja. dat is ook zo. Kijk, er zijn natuurlijk. Uh, kijk, een windsport is natuurlijk geen goedkope sport. Laten we nee, daarmee ja, ja. beginnen. Dus je hebt veel materiaal nodig en het materiaal is ook niet allemaal goedkoop. Um, en een goede ski, weet je, als je ligt het toch wel. Nou ja, het ligt het wel een beetje aan wat je zoekt en wat je niveau is. Maar vanaf. 400 euro tot zeker 1000 euro. Daar ja. uh, kan je wel rekening mee houden. Uh, en dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Hè, of je kan meerdere dingen doen. Maar je kan uh, bij een gewoon bij een wintersportzaak. Uh, gewoon een specialist. Dus je de Daka's, de OutdoorXL's, de Duiversteins. Dat soort winkels kan je heen gaan. Dan krijg je goed advies. krijg je goede spullen. Die winkels hebben natuurlijk ook vaak het overjaar mo ja. modellen staan. Uh, dat zijn natuurlijk prima spullen. Die vaak voor... Ja, wat jij al zei, ja, met 40% korting uh, al uh, eruit gaan. We gaan heel uh, vaak echt voor, 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 voor weinig geld zijn die ja. krijgen, ja. En, maar je kan natuurlijk ook een, uh, uh, zeg maar meer richting die tweedehandsmarkt gaan kijken. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel veel meer op dingen letten. Je moet heel goed opletten, denk ik, wat, hoe lang een ski natuurlijk al gebruikt is. Dat is een, of een snowboard, dat maakt in deze zin natuurlijk niet zo heel veel uit. Ik denk als een, 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 een ski... Natuurlijk maakt het verschil hoe vaak die geskied is, maar... Ook qua materiaal, als die vijf jaar oud is, uh, dan, dan ja, zou ik daar niet meer naar kijken. Ja, maar er zit toch wel heel veel verschil in hoor. Want kijk, je hebt de ene kies wat dat betreft echt de andere niet. Weet je. Als um, kiest met een schuime kern bijvoorbeeld. Yeah. Weet je, die zijn veel minder duurzaam. Gaan veel minder lang mee dan als kies met een houten kern. Dat je allemaal dat soort, die bouwwijzen zijn daar wel echt essentieel in. Ik, toen ik uh, mijn leraren diploma... Uh, haalde, dat is heel lang geleden. Maar toen ski ik op een ski van Atomic. Ik dacht van: oké, hey, weet je, dat is een handig ski om les op te geven. Ik weinig druk op te zetten. Vervolgens ging ik twee dagen zelf op die ski. Uh, skiën. Daarna was die ook gewoon op. Weet je, was die soort van opgeschiet. Ja. Ja, die kon je echt niet meer aan iemand anders uh, uh, meegeven. Terwijl, zeker de wat duurdere ski's, weet je, met uh, titaniumplaten, met houten kernen. Weet je, dat zijn echt wel duurzame uh, modellen. Ik heb in mijn eigen collectie skis staan die, uh, die al zeker uh, tien jaar oud zijn, die het nog steeds, die het nog steeds hartstikke goed uh, presteren. Alleen, ja, ik weet ook hoe er mee om is gegaan. En dat is natuurlijk ook wel iets waar je op moet ja, letten als je dus skis koopt. Weet je, van ja, en wat Rogier daar heel terecht zegt van ja, als je op marktplaats dit soort dingen gaat aanschaffen, ja, dan weet je al helemaal niet uh, wat je in huis haalt. Vaak zijn het dan ook geen uh, liefhebbers. Weet je, en er wordt vaak uh, te veel gevraagd voor een uh, ski. Af en toe zie ik willen skis langskomen. Echt toch traditionele skis van voort, uh, uh, carve uh, tijdperk, uh, ze intreden deed Dus dan hebben we het echt over midden jaren negentig. Weet je, die skis die zijn 25 jaar oud misschien wel. En er wordt gewoon nog uh, 150, 200 euro voor gevraagd. Ja, weet je, dat, dat, is, ja, dat, dat kan je gewoon is, echt niet. Dat heeft geen nut. Zoiets moet je zeker niet kopen. Nou, ja, bij marktplaats is het natuurlijk... Uh, je weet nooit hoe die mensen dat... Uh, Opgeborgen hebben ook, uh, of ja. kunststof. Uh, als je dat uh, zeg maar heel vaak, als het heet wordt en dan weer koud en weer heet en weer koud, dat is niet goed voor de kunststof. Um, en uh, dus opbergen heeft ook invloed op uh, hoe lang een ski meegaat. Je weet nooit hoe lang, hoe vaak die geskied is. Dus dat, 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 is, dat is een beetje ja. een dingetje. En ja, als je hem dan koopt, ga je vooral verschillende punten bekijken. Ten eerste natuurlijk hoe goed ziet uh, de kunststof nog uit. Uh, zijn er heel veel krassen aan, de, aan, aan, de, aan de, uh, de bovenkant? Want daar kan je meestal al een beetje idee krijgen van hoe is iemand met deze skis omgegaan? Ja. Heeft die, hoe hoe ja, uh, top sheet is zo belangrijk, weet je? Dat ja. is heel belangrijk. Dat, dat is een van de elementen. Inderdaad. Precies. ja. ja. Dan uh, ja, de, de, de kanten, zeg maar. Hoe, hoe, Hoeveel is er nog over? Hoe vaak is die al geslepen? Uh, maar ook wat voor een. Ja, hoe is die geslepen? Zeg maar, je kan uh, kanten op heel verschillende manieren ski, uh, slijpen. En ja, dat, dat. Dan moet je heel goed kijken dat die op die manier geslepen is. Wat die ook goed voor jouw niveau is. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat dit soort elementen. Dat dat voornamelijk bij zeg maar. echte racekies en dergelijke. Ja. Een, een rol speelt. Weet je, Dat, ik denk bij de normale consumenten ski's worden allemaal gewoon op dezelfde nou, ik manier. ik zie daar bij ons volgende vaak discussies maar. over ontstaan. Uh, over ja, maar, de, maar dan zo. heb je het al echt over de echte specialisten, natuurlijk. Ja. Echte echt fanatieke skiers die daarmee uh, daar omgaan. En, maar, maar, maar de staalkanten waar je ook op moet letten, is of er geen breuken in zitten. Weet je, um, ja, sommige skis. Uh, toen ik nog in een uh, windsportzaak werkte, kwamen regelmatig mensen binnen voor onderhoud die dan een ski opnieuw wilden laten waxen en slijpen. Er zitten dan gewoon breuken in de staalkant. Weet je, als er ja. een breuk in de staalkant zit, is een ski in de basis gewoon tot los. Ja. Dus dan is het niet handig om die als tweede ski over te nemen. Nou, hetzelfde geldt voor je blaak. Als daar, nou ja, hoe gaten is sowieso, weet je, dan moet die sowieso een onderhoudsbeurt hebben. Ja, en de, of er interne breuken zitten. Ja, dus als je de ski's uh, gewoon tegen elkaar aanzet. Van ja, hoe doen de shovels het met elkaar? Hoe vaak je ook niet skis... Uh, terugkrijgt hij dan, voor mij noem je dat in het Duits... hoe je dat gestouwt uh, zijn. Dus die, bijvoorbeeld ben je mee in een boeken geskied... Ja. en dan is er zoveel druk op die tip gekomen... dat die tip ja. eigenlijk gewoon ja, uit zijn uh, lood is getrokken, zeg maar. Ja, dat is ook, weet je, een ski is dan eigenlijk gewoon klaar. Dat je, dus dat, daar, dat zijn allemaal aspecten om op te letten. Maar in ieder geval voor tweedans uh, skis... Uh, betaal, ja, betaal gewoon niet te veel. Want je hebt ook voor relatief weinig... Uh, geld, zeg maar, overjarige modellen gewoon nieuw bij, precies, een, uh, ja. bij een specialist. Ja, ik, ik vond, uh, zeg maar, voor die skis die ik precies wilde, die 220 euro, dat vond ik dat vond een goede prijs. En die zagen ook nog prima uit. Dus ja. dat, dat vond ik, uh, heb ik nu de tweede keer gedaan. Ik ben er zeker mee. Ja, ik heb er geen spijt van, zeker niet. Nou. Um, ja, wat natuurlijk ook één ding is, wat je heel goed moet opletten, zijn bindingen. Dat geldt ook voor snowboard trouwens. Bij snowboard is het eigenlijk nog extremer, want die, die straps die. Uh, ja, dat is gewoon een, 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 ja, de zwakste schakel eigenlijk, die straps. Want hoe vaak moeten een snowboarder deze straps uh, uh, vasttrekken? Heel vaak. En uh, bij elke, uh, elke um, stoetjeslift weer opnieuw. En daardoor zijn die straps en ook die bindingen ja, van de kunststof vaker heb je. Beschadigingen hmm. of, of ja. ja, dat zijn ook wel vaak losse onderdelen die je weer kan vervangen. Bedoel, als van een snowboarder een strep uh, afbreekt of zo. Weet je, dan vaak hebben die gasten, tenminste, met jongens met weer kon weg, vaak zelfs nog een extra strep bij zich. Weet je, dat je op, op de plaats zelf meteen dat even om kan toelen. Maar kijk, het feit dat het een kunststof binding is, is voor de uiteindelijk de levensduur na een aantal jaren ja. is het goed natuurlijk om dat ook weer te vervangen. Maar dat geldt voor skibindingen eigenlijk ook. Dat je daarin. Uh, daar zit natuurlijk ook mega veel verschil in. Hè? Dus, uh, de ene binding is de andere niet. Heeft met het materialen te maken uh, waarmee ze gemaakt zijn, maar ook zeker met de, uh, ja, gewoon met de veer die erin zit. Weet je? Een ski binding uh, heeft zowel zijn voor- en zijn achterbak zit er een veer in. En die veer die verliest na de loop der jaren gewoon een stuk van zijn spanning, en dus ook een stuk van zijn betrouwbaarheid. En dan kan je bij een windsportspecialist kan je dat allemaal door laten testen of die bindingen nog goed zijn, dan kunnen ze hem ook weer goed afstellen. Maar op een gegeven moment weet je, wordt de marge, de foutmarge wordt gewoon steeds groter. Ja, dus ook bij skibindingen is dat op een gegeven moment is dat gewoon uh, klaar. En, ja. um, en dan moet je ook weer opletten als je dus Dat heeft niks met uh, uh, levensduur te maken, maar ook als je um, als consument dus naar een tweedehands schiet gaat kijken. Goed op, weet je wat de dinwaardes ook zijn. Zeker bindingen voor beginners, die lopen misschien maar tot, uh, tot 10. Terwijl als jij echt een fanatieke skier bent, zeker ook of of juist wat zwaarder bent, dan heb je een binding nodig die, die misschien wel tot ja. 12, 14 of misschien zelfs wel 16 gaat. En da dat, is, dat is het ding. weet je, Als die, als die bindingen een beetje op zijn en ja, hij uh, op de piste opeens krijg je bij een bocht een beetje meer kracht erop. En uh, ja, de, de, de binding gaat open. Ja, dan heb je een serieus een, een probleem. Precies. Dus daar moet je wel, moet je echt goed op letten en ook in je afstelling. En weet je, kijk, heel veel skis tegenwoordig, dat zijn uh, uh, die worden met binding verkocht. Het zijn systeembindingen, dus die schuiven ze negen van de tien keer worden die op die skis uh, geschoven en al voorgemonteerd. Alles. Uh, maar je hebt natuurlijk ook gewoon zeker wat oudere skis of ook sommige freeride skis. Ja, daar boor je gewoon de binding op de, op de ski zelf. En die is maar, heeft maar een beperkt bereik in schoenmaat. Dus op het moment dat jij maat 39 hebt... en je koopt een ski van iemand die maat 45 heeft... Ja, dat niet met geboorde uit. bindingen... Ja, dan, dan gaat dat waarschijnlijk niet ja. passen. Dat zijn ook allemaal aspecten waar je dan weer rekening mee moet houden. Maar, uh, maar ja, goed, weet je, kijk... Uh, of materiaal, tweede als wie denkt er in ieder geval over na. Kijk, en soms, wat ik al zei, bij de, ja, bij de Wintersport uh, Speciaalzaken kan je vaak ook voor, zeker buiten het seizoen, echt voor hele goede prijzen ook gewoon, gewoon goede skis kopen. En de overjarige modellen, dus dat is ook altijd een optie. Trouwens, ik denk dat bij deze skis ook te onderhandelen valt. Want ze hebben vaak, namelijk krijgen die niet meer weg en dan kan je misschien nog. Beetje wat afdingen als je als je dat goed. Ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, ik denk als je uh, als al zo 40, soms misschien zo'n 50% korting op zit, je, dan, uh, dan lijkt me voor een uh, winkelier dat dat, uh, ja, dat op een gegeven moment ook wel de bodem is. Ah, je ziet van soms ook in, in als je bij eind van het seizoen naar skiwinkels in de Alpen gaat, ze hebben in principe het materiaal voor volgend jaar hebben ze al ingekocht. Dus, ja, is, klopt. Precies, dus ja. voor hun is het. Ze moeten het ook volgend jaar weer kwijtraken. Ja. Dat nieuwe materiaal. Dus is altijd een idee van oké, okay, uh, kan, ik, kan ik daar misschien nog een beetje wat ja. uh, onderhandelen? Want vaak gaan die namelijk uh, grotere partijen, ook naar opkopers, ja, die ze dan heel goedkoop ergens wegzetten. En dan krijgt een skiwinkel nog minder. Zo'n paar skis ja, als die die nee, dat is waar, maar goed, particulier verkoop. Kijk, aan de andere kant, zeker die winkels in de open die hebben die ski al drie keer terugverdiend. joh. Want die ja. is al uh, tien keer vuurd en uh, ja, nou, ik bedoel niet eens tweedehands, maar die, uh, die, uh, die, die, die nieuwe ski's. Ja, zo ja, het, ja, ja. ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, Gaan je weer een paar skis kopen dan nou, in Oostenrijk of uh, dat niet, denk het niet. Dit jaar misschien ligt eraan het wordt. Ja. Ja, het, is, weet je, het is al zo dat je met tweedehands ski's, het is al ook de ultieme manier natuurlijk om gewoon een tweede ski naast je huidige paar ski's ja. uh, te kopen. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Ja, ja, ik heb een, wat ik Meer vaak... specifieke lot, ski of een slaamski of een... Uh, ja. Wat ik vaker doe met mijn oudere ski's uh, is uh, als ik meerdere keer naar de Alpen ga en wil ik je een keertje met het vliegtuig, nou, dat mag ik bijna niet meer zeggen, maar ik ga vaker met een vliegtuig ook. En dan... Uh, uh, dan Stuur ik gewoon van één uh, hotel naar de andere, stuur ik de skis op met de post. Maar nou, dat kost 14 euro. Dat valt reuze mee. Kost 14 euro 14 een paar euro. skis opsturen met ja, de post? Ja, serieus. Maar welke post zeggen, doe je dat dan? Bij de en dan wordt er een duif die jij weer vliegt. <laughs> nee, ik kan het oh. bijna niet. Oostenrijkse post? Oostenrijkse post, Oost -Post. Ja, je moet, ja, maar uh, vanuit Nederland. Speergoed moet, moet je zeggen, gaat, uh, en dan, uh, is ja, het is Spergoed. Ja, maar binnen Oostenrijk ja. verstuur je het dan? Ja, binnen Oostenrijk. Ja, binnen Oostenrijk. Ja, tuurlijk, want dan uh, ga je terug. Uh, de volgende keer kom je met vliegtuig. En dan uh, hoef je niet uh, Transavia te betalen daarvoor. Dat is uh, heel duur. Dus jij doet dan... Wacht even. Dus jij, jij bent bijvoorbeeld uh, in januari, ik noem maar wat, in uh, Maaierhoven. Ja. Daar ski je dan. Dan aan het eind van de, van de vakantie verstuur je die skis met naar je hotel in Tauplitz. Ja. Waar je een precies. maand later heen gaat. Ja, ja, precies. Zo, op die manier. Serieus? Ja, dan ga je bij het hotel bellen en zeg uh, ik kom mijn skis komen eraan. Uh, kan je die opbergen? Dat is helemaal geen probleem. En uh, die gaan ze opbergen voor je. En dan staan ze daar op het moment dat je, dat je aankomt. Ja, klaar. Je hoeft je niet te zouwen. Je hoeft ze niet in jou, de auto terug mee te nemen. Je hoeft ze niet met. ski mee te hacking taak. met bandits. Dat ja. heb ik nog nooit gehoord, zoiets. Nou, dat zijn uh, trucjes. Ja. Hoe doe je dat? Oké, okay. nou ja. <laughs> ja ik heb het nou, zo kraai. leer je, ik zo heb leer je de, weer eens wat. Hè? Ik heb de van een Montefone, volgens mij naar Google verstuurd. Of zo? Nee, wanneer was dat? Eén keer heb ik ze volgens mij drie keer zelfs verstuurd. Binnen één uh, winter. Wow. En dat doe ik dan. Huh? Ja, wauw. Ja. ja, ik doe het dan gewoon misschien met de wat oudere skis. Maar... Ja, voorstellen? Ik, inmiddels heb ik ook vertrouwen erin dat ik zeg maar ja, mijn nieuwste ski. Maar vinden jullie auto, jij het dan prima? Dat jij alvast. Uh... Zeker. Dat is, is, echt, ik heb het nog nooit meegemaakt. Zelfs ah, uh, verstandig. Ja. Lijkt voor hun heel normaal. Oké, okay. ja, ik, ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb het ook nog nooit gehoord. Dus dat is grappig. Omdat, <laughs> uh, ja, dat is ook een manier, natuurlijk. Ja ja zo ik ben eventjes uh, dat ik, ik ben even aan het verwerken dit ben ik zie jou helemaal die skis uh, opsturen je kan maar kijken we ja. zouden moeten kijken wat dat ook in Zwitserland kost of ja, in, in Zwitserland, uh, ja in kost Zwitserland kost dat gewoon verschrikkelijk veel nieuw pas nieuw pas skis van thuis laten komen ja ik. waarschijnlijk wel ja maar goed <laughs> dat uh, ja. ja hey maar uh, we hebben nog een laatste onderwerp en dat ja. is natuurlijk een wereldprobleem ja uh, het coronavirus ben want ja. uh, het is in uh, ook in Frankrijk op een gegeven moment geconstateerd hè, in een skigebied en Le Contamine een skigebiedje dat vlak bij Chamonix ligt, um, maar goed. Wat denk jij? Gaat dit een invloed hebben op de hele wintersport? Nee, nou, ik kan me op dit moment nog niet voorstellen. Ik denk, stel je voor, het zou nu massaal uitbreken ergens in de Alpen, dan zou er waarschijnlijk heel snel een discussie over ontstaan. Ja, en we uh, hebben natuurlijk ja. uh, gehoord uh, vanuit, uh, ja, we verkopen ook verzekeringen uh, bij de Nederlandse skivereniging en daar was coronavirus. Ja, toch vaak nagevraagd. Dus daar, ja. Uh, ja, mensen zijn er wel mee bezig. ze ja, maar... zijn we mee bezig. Dus ik denk dat als, op het moment dat dat echt massaal zou uitbreken, of uh, een, is het maar één plek in de Alpen, dat dan. een Ja, grote dan wordt het een, wordt het een heel ander verhaal, jong. Maar dat is natuurlijk nu maar precies het hetzelfde. Want de mensen op die cruiseschepen vastzitten, ja. van ja, weet je, het zal me niks verbazen als de cruise sector daar nu onder leidt En ja. hè, KLM's vluchten naar China uh, geschrapt. Dus uh, natuurlijk heeft dit toeristische gevolgen ook, maar ja ik, ik weet niet in hoeverre dit uh, nou ja, vol, echt betrekking heeft op de wintersport maar laten we er ook niet over gaan speculeren want zo so varso goed weet je ja. en uh, ik maak me meer ja, dat is wat, uh, dat is echt de eerste wereldproblematiek van uh, wat voor wereld wordt komende week ja precies daar ben ik meer geïnteresseerd ja, in ja, ja. ja maar met die corona is het tenminste goed om vast te stellen dat iedereen zou misschien denken oké okay, je zit met elkaar de hele dag met mensen in de skilift of in de grondel of zo en ja, ja Mensen of deskundigen hebben geconstateerd dat het besmettingsrisico op die manier eigenlijk niet echt bestaat. Oké. Okay. Dat is natuurlijk tenminste iets wat ja een beetje geruststelt, zover je daar je druk om maakt, wat ik niet doe. Ja. Nou ja, precies, precies. Maar uh, belangrijkere zaken. Het weer. Het weer. Van Laten we het eens hebben over het weer. Het weer. Oh. Uh, wordt het een uh, beetje goed weer, waar jij heen gaat? Taupliets. Ja, het wordt een Douwplits beetje goed voor weer. je vakantie? even uh, een beetje uh, Kijken dat het zondagavond niet een beetje gaat regenen. Want het zit in oosten van Salzburg. Maar, uh, en daar heeft de Roel een kleine waarschuwing voor afgegeven. Maar voor de rest uh, maak ik me weinig zorgen. Het is blijft net zo warm als de hele winter. Ook ja, het een... En het wordt een mooie dag. En het wordt een dagje met sneeuw tussendoor. En ja. we zien het wel. Ja, ik, we merken het wel allemaal. Het is in ieder geval geen rampweek, zoals het uh, uh, ja, af en toe was. Joh, als, het maar, als het maar droog is. Als die ja, zon een beetje ja. schijnt. En ja, het is... Uh, is anders dan uh, vorig jaar winter, hoewel het vorig jaar in de voorjaarsvakantie ook heel warm was. Ja, twee jaar geleden was ijskoud. Uh, maar toen was januari, ja twee jaar geleden was het ijskoud inderdaad. Maar uh, ja, vorig jaar was januari natuurlijk een extreem, extreem goede maand, qua sneeuwval. Maar laten we hopen dat de winter nog een beetje op gang komt. Zou, ik zou het toch ook wel leuk vinden om uh, als ik in de bergen ben, dat het niet alleen zonnig is, maar dat het ook daadwerkelijk nog lekker sneeuwt. Dat zou toch heel leuk zijn. Ja. Goed man, nou, uh, ik vind het mooi geweest te hebben. We hebben weer genoeg zitten praten. Uh, nou ja, jongens, we ronden altijd zo af. Maar ik ga hem toch nog een keer, een keer herhalen. Van, uh, hè, wij praten natuurlijk hier weer lekker een half uur vol over van alles en nog wat. Maar vind jij nou van joh, weet je, hier wil ik graag een keertje dat jullie het over hebben. Of wil je meer informatie ergens over weten? Laat het dan achter in de comments. En nou ja, weet je, wil je dit luisteren? Dat kan natuurlijk in de verschillende podcast-apps of op wintersport.nl/slash podcast. Uh, we zijn te beluisteren op Spotify, op, uh, in de Apple Podcast app. En je kan ons zelfs terugkijken op YouTube. Dus uh, mensen, fijne voorjaarsvakantie en tot de volgende keer.